Met wie zitten we allemaal aan tafel? Nou, we zitten allemaal aan tafel met mijn vrouw Mago, mijn moeder en mijn zus. En mijn kinderen Mats, Lois en de kleintje Jules. Het advies, je werk en privé gescheiden houden. Maar ja, hoe doe je dat als je een familiebedrijf hebt? In deze serie krijgen we een uniek kijkje in de keuken van 9 Gelderse familiebedrijven. En vandaag zijn we in Duiven bij de familie Melis. Ja, dit is Nieuwe Havenweg. Dit is eigenlijk de oude plek waar wij van 88 tot en met 2015 hebben gezeten. Waar ik dus in 2004 ook begonnen ben. Ja, we noemen dit het Melis Museum, een klein museumpje waar wij een trots van mijn vader hebben staan. Een oude BMW van vroeger. En we zijn ook een auto aan het opknappen. Waar ik vroeger als klein kereltje in heb gezeten en een mooie auto was. En we bestaan meer dan 100 jaar. Dus het is natuurlijk ook wel gaaf om paradepaadjes, letterlijke paradepaadjes, te ontwikkelen en te behouden, zeg maar. Deze auto heeft ook wel een historie meegemaakt, eigenlijk de laatste jaren door de organisatie. Want we hebben een hele erge brand gehad. Nou, we hadden deze auto midden in ons kantoor gezet. Dus je kwam binnen en hij stond daar binnen. Dus die auto is helemaal afgefikt in 2016. En op dezelfde fundering, dezelfde chassisbalken, hebben we met een donorauto die auto weer herrezen. Dus het is ook wel nog meer een standbeeld, een status geworden van ons bedrijf. We hebben daar gewoond. We hebben daar 2 jaar gewoond. Dat huis zeg maar daarnaast. Dat hebben we toen gehuurd omdat het eigenlijk niet zo goed ging met de zaak. Mijn oom en mijn vader gingen uit elkaar. Dus mijn vader moest geld hebben om wat schulden te betalen en om mijn oom uit te kopen. Dus toen gingen we in dat huisje wonen. En dat was echt een krot. Dat was mijn kamer daarachter. Het bedrijf bestaat 102 jaar. Maar door de jaren heen merk je ook dat er natuurlijk tegenslagen komen. Nou, we hebben een 98 gehad. In 2004 zat mijn vader ook hier. Die overleed toen. Ik was toen 21. Het bedrijf toen eigenlijk heel plotseling overgenomen. Want mijn broers en zussen hadden daar geen interesse in. En mijn broers en zussen hadden gestudeerd. Ik niet. Ik ben zwaar dyslectisch. Ik schrijf het met een D. Maar ik ben wel een creatieveling. Dus, en op die mooie fundering hebben wij ons bedrijf een stuk verder gebracht. In 1918 begint Marinus Melis met een transportbedrijf. In eerste instantie met paard en wagen, maar al snel worden de vervoersmiddelen moderner. In de beginjaren vervoert Melis vooral personen. Later legt hij zich steeds meer toe op goederenvervoer. Als zoon Adrianus het bedrijf in 1930 overneemt, worden er alleen nog maar goederen vervoerd. In de jaren 60 volgen de zonen Adrie en Anton hun vader op. Maar als Anton in 1998 het bedrijf na een meningsverschil verlaat, gaat Adrie zelfstandig door. 6 jaar later overlijdt Adrie plotseling na een kort ziekbed. De 21-jarige Marvin neemt dan de zaak over. Het gaat hard in die tijd, want hij begint met 15 werknemers en 20 vrachtwagens, maar hij heeft inmiddels zo'n 220 mensen in dienst en meer dan 100 vrachtwagens op de weg. Alles lijkt voor de wind te gaan, maar dan brandt in 2016 het bedrijf tot de grond toe af. Waarschijnlijk door kortsluiting, maar dat is niet zeker. Marvin laat zich niet uit het veld slaan en bouwt het pand en het bedrijf weer volledig op. Ja, dit is onze plek in Duiven, ons nieuwe warehouse, zeg maar. En toen hebben we een jaar hier in dit pand gezeten. En toen werd ik op de verjaardag van mijn schoonvader werd ik gebeld
om 7:30. En dat de panden in de fik stonden, dat het dak in de fik stond. Nou, toen ging gelijk in 12 seconden de knop om. Toen zijn we naar binnen gegaan. En toen hebben we eigenlijk alle auto's, of ja, misschien 5 auto's niet, maar eigenlijk het grootste deel van je bedrijf kunnen redden. En dat was ook wel mooi, ja, het familiegevoel, hoeveel kennissen en vrienden en collega's vervoerders ons toen hebben geholpen. Nou, welkom, binnen dan. Dit is onze planafdeling. Dus we hebben hier zeg maar, zitten met 5 planners. Nou, het is vandaag vrijdag. Vrijdag hebben we eigenlijk altijd vrijdagmiddagborrel, 's avonds. Dus de chauffeurs komen hier dan binnen en 's middags doen we altijd gezamenlijk lunchen. Nou, dat is Ton de Heus, die is zelf 40 jaar aanwezig, zegt hij altijd zelf. Manager sfeer en stijl, dus iedereen heeft hier een titel. Zo. Nou, dit is ons warehouse. Je kan het zien, ja, het is nu, er staan weinig goederen, maar die komen s'avonds tussen 18 uur en 10 uur binnen. En er wordt s'avonds ook weer geladen en dan gaat de volgende dag er weer uit. Nou, dit is ons buitenterrein waar wij onze auto's parkeren en ook auto's overladen, zeg maar. Maar er geen vrachtwagen te zien, dat is een goed teken. Want dan is alles onderweg, dan zijn ze geld aan het verdienen. Dus dat is wel heel fijn zo in de coronatijd. Begin was het heel erg piek, nou, het hamster en zo. Het wc-papier was niet aan te slepen, dus wij rijden ook, hebben meer wc-papier gereden, echt letterlijk. Vrachtwagens vol. En daarna kregen we een dip, want België ging dicht en dat was wel even heftig. Nou, dit is mijn kantoor. Wat je ook al kan zien, nou, we hebben eigenlijk een hele open cultuur, dus die schuifpuis staat vaker open. En ik word ook wel vaker uit kantoor gezet, omdat ze dan hier in vergadering zijn of aan het overleggen zijn. Dus dat is wel weinig hiërarchie. Nou, in mijn kantoor hebben we ook een woonkamer, een stukje met een Wall of Fame en mooie momenten. Want dit was van het 100-jarig bestaan. Dat is wel leuk, van de leverancier kreeg ik die zeilboot. Omdat ik altijd echt wel dicht tegen de wind aanvaar en echt aan het ondernemen ben. Dus dat is wel typerend. Nou, en hier, dit is mijn vader. Een foto uit 2003. Mijn vader is er nog wel voor het gevoel bij, ja. Maar ja, je mist hem wel heel vaak met mooie dingen. Niet alleen zakelijk, maar ook met je kinderen. Maar het geeft wel een kick dat je op zijn mooie fundering iets uitbouwt met ziel en zaligheid. Ja, en dat is ook natuurlijk, mijn moeder is daar ook super trots op. En die, die komt hier ook wekelijks de planten doen, cadeautjes of snoep brengen. Hallo. En jullie voor mij even de deur openmaken, ik ben hem weer een keer vergeten. Merk jij dat dit een familiebedrijf is? Ja, in alles merk je dat eigenlijk wel. Korte lijnen, maar altijd te bereiken. Dus nooit te veel, al bel je midden in de nacht, is altijd bereikbaar. De kinderen komen af en toe nog eens langs, is ook altijd wel leuk. We spelen de kinderen om je heen. En ze moeten ook altijd even gedag zeggen aan ons, van zegt die jongens even gedag. Ik zie hem niet als mijn kleine broertje. Ik vind hem echt als, hoe hij het bedrijf runt, daar heb ik echt respect voor hem. Ik heb bij Marvin in de klas gezeten. Daar hadden we altijd al de snode plannen om een distributienetwerk op te gaan zetten. Kan hij dat familiegevoel een beetje vasthouden? Ja, ik vind dat hij dat echt heel goed doet. Enerzijds zodat als er een succes is in een bedrijf, bijvoorbeeld vorige week kregen we het goede nieuws dat het bedrijf in de top 100 staat van beste logistieke bedrijven. Voor het eerst in het bestaan. Dus dat is natuurlijk echt super nieuws. En dan bedenkt hij ter plekke die dag van ja, dat moet gewoon gevierd worden met iedereen. En dan staat er een frietkraam 's middags hier. En dan wordt dat ook gewoon echt als een familie met elkaar gevierd. Een paar keer per jaar komt Marvin samen met zijn kookclub, de Gele Garde. De groep bestaat uit Arnhemse ondernemers en op zo'n avond staat ontspanning centraal. We hebben straks een Code Buff Dry Age. Dat ga ik samen met een van de Gele Garde klaarmaken. De Gele Garde, dat is onze kookclub. Wel bekend in Arnhem en berucht natuurlijk. Bij ons zevenen en ook de anderen. Dus het is wel een mooie hobby. Ja, we proberen één keer in de 2 maanden bij elkaar te komen. Ja, door corona zijn we natuurlijk wat minder laatst bij elkaar geweest. Dus het is vandaag wel een hele belangrijke editie. Wat ging jij nou maken? Bird eggs van Britten.
Oh, oh, lekker. Ik ben voor de vitamine vandaag. Zit het een beetje in de familie ook, of niet? Nee, eigenlijk niet. Nee, mijn moeder, ja, die kan wel koken, maar wij deden vroeger gewoon, kregen gewoon carbonade met aardappelen en bonen natuurlijk, want dat is goed voedsel om hard te werken. Maar Marvin, waar praten jullie over aan tafel? Over eigenlijk van alles. Ook al over werk, over ons, we hebben eigenlijk allemaal kinderen. Ook over gekkigheid. Beetje roddelen natuurlijk ook. Ja, eigenlijk van alles. Welkom ja. Allemaal. Cheers, heel leuk man. Ja, leuk dat jullie zijn. Bij de gele garde. Ja, als ondernemer ken ik hem niet zo heel erg goed. Ik ben wel een paar keer bij hem op de zaak geweest. Maar het is wel gewoon echt een mensenmens. En ik denk dat hij op die manier ook zaken blijft doen. Goed. Toen ik Marvin leerde kennen hadden ze 13 auto's. Nu hebben ze er 140 of zo in die orde van grootte. En het aantal mensen wat er werkte, dat is natuurlijk ook naar van hand gegroeid. Dan heb ik hier een Hochatin uit de Lalande de Pommerol. Topjaargang. Het is knap wat hij heeft neergezet en wat hij gepresteerd heeft. Omdat ik zelf een familiebedrijf heb, ja, dat gaat je aan je hart. En het is leuk als familiebedrijven groeien en groter worden en succes hebben. Als je nou zo dit bedrijf ziet, denk je dan niet, potverdorie, had ik het nou maar overgenomen? Nee, eigenlijk niet. Ik heb meerdere kansen gehad om dat te doen. Ik heb ook samen met mijn vader nog gewerkt in de tijd dat die nog leefde. En ook samen met mijn broer gewerkt. Ik heb eigenlijk zelf altijd bewust gekozen om die rol niet te pakken. En we waren wel als familie heel erg blij dat Marvin wel besloot om het over te nemen. En volgens mij hadden we geen betere opvolger kunnen hebben. Zijn de nadelen? Nou, voor mij niet direct. Ja, het blijft uiteindelijk altijd een familiebedrijf. Familie staat op één. Hè. Het is moeilijker om los te laten. Dat zie je aan Marvin ook. Ja, je staat ermee op, je gaat ermee naar bed. Je bent er eigenlijk altijd mee bezig. Voel jij je onderdeel van de familie? Ja, 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 ja. Ik ben zelfs nog met Rietje op vakantie geweest. Dus, Hoi, Simone. Dankjewel. Hallo allemaal. Hoe vaak kom je hier, Rietje? Nou, één, soms twee keer in de week. Vind ik gewoon gezellig. Ja. En wat ga je dan doen? De planten water geven. Want ik heb Marvin beloofd, zolang ik leef, geef ik de planten water. Ik doe ook altijd de klok. En die hing ook bij mijn schoonvader op kantoor. En dat tafeltje was van mijn schoonmoeder. Was het altijd duidelijk dat Marvin Adrie zou opvolgen? Ja, altijd al. Hij was dus de jongste van vier. En die andere vier konden heel goed leren. En Marvin was heel erg dyslectisch, maar gewoon als kind al. Hij had ook een hele goede band met zijn vader. Ja, dat is natuurlijk wel erg. Ja, ja jullie missen hem nog steeds, ja. Hè? Ja, dat snap ik. Ja, ben je trots? Hartstikke trots. Hartstikke trots. Ja, als Adrie dat zou zien, die zou naar beneden komen knetteren. Hallo allemaal. Hoi. Dat zijn pittige kipjes. Ton, wat staat er op het menu vandaag? Nou, wat je hier ziet, frietje, frikadelletje, hete donder. Hoe lang werk je al bij het bedrijf? 39 jaar. En wat is je functie nu? Manager, sfeer en stijl. En alles wat er omheen valt. En wat doe je dan? Ik wil van alles, boodschappen doen, autootje wegbrengen, auto ophalen. Ik doe van alles. Maar vroeger deed je iets anders, toch? Ik werk in het buitenland. Noorwegen, Zweden, Denemarken. Dus dat was ook leuk. Zo. Rem, kijk eens. Ja. Ja, is de sfeer anders in een familiebedrijf, denk je? Ik denk het wel, ja. Hier ben je geen nummer. Toch? Vind ik. Dit is de vijfde generatie. Ja, ik ben vierde generatie. Of wij zijn vierde generatie. Dus vijfde generatie, ja, voor de opvolging. En we hebben er drie, dus we hebben onze kansen goed verspreid om misschien wat, ja, dat bedrijf door kunnen zetten.
Wij hebben wel een opvolger op het oog. Wij denken aan Lois. Want Lois die lijkt vaak karakter het meest op Marvin. Die is net zo vastberaden en competitief. Wil graag winnen. Dit is de toekomst van het bedrijf, ja. Ja. Ik hoop dat ze natuurlijk dat willen doen en het kunnen. Maar kunnen heb ik wel een goed gevoel bij. En willen, ja, dat moeten we natuurlijk nog ondervinden.